Welkom tweeling bij jouw kaartlegging. We gaan vandaag een kaartlegging doen waarbij we beginnen met drie kaarten uit de tek De Wijsheid van de Vrouwelijke Ziel. Dan gaan we er een tarotkaart aan toevoegen. En eindigen doen we met een kleine verrassing speciaal voor jou. De eerste drie kaarten van de wijsheid van de vrouwelijke ziel. Kijk maar hè, welke kaart jou een klik geeft. En welke kaart met jou resoneert of niet. Hè. De eerste kaart is tijd van braak liggen. Een creatieve ingeving komt sneller als ik mezelf heb gevoed en mijn tijd van braak liggen heb gerespecteerd. Een tweede kaart, genezen van het hart. Mijn moedige zoektocht naar genezing brengt me een diepere relatie met mezelf. En de derde kaart is grenzen. Mijn duidelijke grenzen laten me toe om mezelf te beschermen en mijn intenties te voeden. Ja, laat die drie kaarten al eens even op jou inwerken. En dan gaan we eens de tarotkaarten aan toevoegen en kijken wat dat zij willen verduidelijken of uitbreiden hierbij. En de eerste kaart is de 6 van zwaren. Dit betekent dat jij vanuit een huidige situatie, van hier de woelige waters, ga jij naar rustiger vaarwater gaan. Je gaat weggaan van een huidige situatie, daar kies je heel bewust voor. En de zwaren die staan hier in de boot, die neem jij mee. En de zwaarden die staan voor jouw kennis, voor jouw ideeën en jouw overtuigingen. Dus de kennis die jij tot nu toe hebt opgedaan, die neem jij mee naar die nieuwe situatie, die rustigere situatie waarin jij gaat terechtkomen. En dan gaan we er een tweede kaart bij nemen en dat is de kaart van de duivel. En bij de kaart van de duivel mag jij je afvragen van wat zijn de dingen die mij eigenlijk afleiden? Van hetgeen dat ik zelf wil doen of ja, van de taak die ik hier voor mij heb liggen. En ja, als je je daarvan bewust bent, van de verleidingen die er zijn om niet bezig te zijn met datgene wat voor jou belangrijk is, ja, dan is dat een verleiding en dan leg jij jezelf eigenlijk aan die ketting vast. Dus als jij zelf heel goed begrijpt van wat dat jou afleidt om te doen wat dat nodig is, dan kan je eigenlijk jezelf hier perfect bevrijden. Door die ketting hier los te maken. Maar dat moet je dan natuurlijk eerst goed weten. Een voorbeeld kan zijn, je hebt een bepaald doel voor ogen en je vindt van jezelf dat je daar heel hard aan het werken bent. Maar door daar nu bij stil te staan, snap je dat ook al heb je al heel hard gewerkt, ben je nog geen stap vooruit gekomen. En dan moet je eens eigenlijk gaan kijken van, ja, hoe komt dat nu dat ik hier niet dichter tot mijn doel geraak, wat dat doel ook is. En dan is dat eigenlijk een handeling die jou tegenwerkt hè, op dat moment, omdat het jou niet helpt richting jouw doel. Dus dat is een vraag die je kan stellen van, als ik hier nu deze handeling ga doen, brengt mij die nu dichter bij het doel dat ik wil bereiken? En als het antwoord daar nee op is, ja, dan hang je jezelf hier aan de ketting en hou je jezelf hier eigenlijk tegen. En is het de bedoeling dat je dat gaat omdraaien naar iets positiefs? De volgende kaart is de kaart van gerechtigheid. En hierbij kan het zijn dat er inderdaad gerechtigheid geschiet over iets uit het verleden. Ofwel dat je nieuwe informatie te weten komt die je tot nu toe nog niet wist, maar die wel heel belangrijk is naar de toekomst toe.
Dat zou eventueel ook kunnen gebeuren. En dan neem ik er even deze kaart bij. Bij de tijd van het braak liggen. De creatieve ingeving komt sneller als ik mezelf heb gevoed en mijn tijd van braak liggen heb gerespecteerd. Soms moeten we gewoon eens even tijd en, voor onszelf nemen. Even rust nemen voor onszelf. Of zoiets niks doen. Hè. Of het lijkt alsof dat we niks aan het doen zijn. En dan kun je bijvoorbeeld ineens een ingeving hebben die jou verder gaat helpen. En dat zou deze ingeving, deze nieuwe waarheid kan zijn, die jou dan weer helpt om een stap vooruit te zetten. En dan hebben we de Ridder van Staven. En de Ridder van Staven die geeft aan dat er een plotselinge gebeurtenis aankomt. En die plotselinge gebeurtenis die gaat ook onmiddellijk al jouw aandacht opvragen. Dit is een onstuimig paard, dat van de Staven. Ik denk dat bij die situatie die jou overkomt en die onmiddellijk jouw aandacht opvraagt, denk ik dat het belangrijk is dat je zelf heel goed weet wat jouw grenzen zijn en dat je die ook kenbaar maakt aan andere mensen. En dan is het volgende, dat jij zelf je grenzen moet gaan respecteren, enerzijds. En anderzijds uiteraard dat je verwacht dat andere mensen ook jouw grenzen gaan respecteren. Dus wat hier plotseling gebeurt en wat hier plotseling jouw aandacht nodig gaat hebben, zorg er zeker voor dat jij je grenzen kent en dat je die zelf respecteert en die ook aangeeft aan anderen. En dan hebben we de 10 van munten. Ja, je gaat hier in een heel aangename situatie terechtkomen waarin het goed is om te leven. Dus hier die beslissing om weg te gaan uit een vorige situatie was zeker een goede beslissing. Want hier kunnen we echt genieten van het leven samen met andere mensen. En je kan dat ook delen. Misschien ook dat het belangrijk is hier om dat goede leven, dat je een aantal handelingen onderneemt om dat goede leven ook veilig te stellen. En dat kan eventueel te maken hebben met grenzen stellen, maar doe dat dan ook zeker, zodat dat goede leven dat hier staat, dat je daar toch voor een langere periode van kan genieten. En dan gaan we eindigen met de verrassing, zoals ik had gezegd. En gewoon omdat jij bent, je fantastische zelf, en omdat ik super blij ben dat jij naar mijn Lotus-kanaal kijkt, ga ik jou een compliment geven. En dat compliment heeft de tekst: jouw kijk op uitdagingen is verfrissend. En ik denk dat die hier wel mooi bij aansluit ook. Zo, dit was jouw kaartlegging. Ik wens je nog een prettige dag.